Vanmorgen de stof voor de verkondiging, ook uit Exodus, Exodus 19. Wij lezen de versen 1 tot 14. Exodus 19, vanaf vers 1, daar lezen wij het woord van God. In de derde maand, op dezelfde dag dat de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, kwamen zij in de woestijn Sinaï. Zij braken op vanuit Rafidim, kwamen in de woestijn Sinaï en sloegen een kamp op in de woestijn. Israël sloeg daar zijn kamp op tegenover de berg. Toen klom Mozes omhoog naar God. De Heere riep tot hem vanaf de berg: zo moet u tegen het huis van Jacob zeggen en de Israëlieten verkondigen. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arends vleugels gedragen en u bij mij gebracht hebt. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle valken mijn persoonlijk eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Mozes kwam terug en riep de oudsten van het volk en hield hun al deze woorden voor die de Heere hem geboden had. Toen antwoordde heel het volk gezamenlijk en zei: alles wat de Heere gesproken heeft, zullen wij doen. En Mozes bracht de woorden van het volk weer over aan de Heere. En de Heere zei tegen Mozes: zie, ik kom naar u toe in een dichte wolk, opdat het volk het kan horen wanneer ik tot u spreek en opdat zij ook voor eeuwig in u geloven. En Mozes maakte de woorden van het volk aan de Heere bekend. En de Heere zei tegen Mozes: ga naar het volk toe en heilig hen vandaag en morgen en laten zij hun kleren wassen en over 3 dagen gereed zijn. Op de derde dag zal de Heere namelijk voor de ogen van heel het volk neerdalen op de berg Sinaï. U moet voor het volk een grens stellen rondom de berg door te zeggen: wees op uw hoede dat u de berg niet beklimt of ook maar de voet ervan aanraakt. Ieder die de berg aanraakt zal zeker gedood worden. Geen hand mag hem aanraken, want hij zal zeker gestenigd of met pijlen doorschoten worden, of het nu een dier of een mens is. Hij mag niet blijven leven. Pas als de ramshoorn een langgerekte toon laat horen, mogen zij de berg beklimmen. Toen daalde Mozes van de berg af naar het volk en hij liet het volk zich heiligen en zij wasten hun kleren. Lezen wij volgens gemeente nog een stukje uit Psalm 16 vanaf vers 7. Lezen wij. Psalm 16 vanaf vers 7. Ik loof de Heere die mij raad heeft gegeven, zelfs 's nachts onderwijzen mij mijn nieren. Ik stel mij de Heere voortdurend voor ogen. Omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet. Daarom is mijn hart verblijd en mijn eer verheugt zich. Ook zal mijn lichaam veilig wonen. Want U zult mijn ziel in het graf niet verlaten. U laat niet toe dat Uw heilige ontbinding ziet. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand voor altijd. De kernwoorden voor de verkondiging vindt u in vers 4, 19... Exodus 19, vers 4. U hebt zelf gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb en hoe ik u op arends vleugels gedragen en u bij mij gebracht hebt. Ik kan mij herinneren dat wij vroeger als kinderen thuis wel eens in vogelnestjes loerden. Die zaten zo bij ons onder de dakpannen. En als je dan een grote ladder er tegenop zette, dan kon je onder die dakpannen in zo'n nestje kijken.
En als dat dan alleen nog maar bij kijken gebleven was, maar ik weet ook wel dat wij soms ook wanneer daar jonge vogeltjes in zaten, dat we dat zo leuk vonden dat we die eruit haalden. En een beetje vertroetelden en vervolgens weer in dat nestje terugzetten. Maar ging niet altijd goed. Want het gebeurde ook wel als we dan de volgende dag opnieuw weer met die vogeltjes wilden spelen, dat ze dood waren. En dat was schrikken. Want blijkbaar hadden we ze te lang uit dat nest gehad. En dat kan niet. Want zo'n vogeltje moet in dat nest zitten, die moet de warmte daar hebben, die vindt daar zijn voeding en zijn veiligheid. En als je die daar te lang uithaalt, dan gaat dat niet goed. De warmte van het nest, daar is de veiligheid, daar is de voeding. En dat kwam mij voor ogen toen ik over deze tekstwoorden nadacht, waar de schrijver van Exodus ook zo'n beeld gebruikt van een nest, van een adelaar, een arend. Op arendsvleugels, het is God zelf die dat beeld gebruikt. Op arendsvleugels gedragen en u bij mij gebracht. In het nest van de arend. Bij God. In zijn nabijheid. Het is een beeld natuurlijk, wat er gebruikt wordt. En het is een beeld wat hier gebruikt wordt ten aanzien van het volk Israël. Het volk is nou zo'n maand of drie onderweg. Ze zijn door de machtige hand van God bevrijd uit het slavenhuis Egypte. Bevrijd uit de dienstbaarheid, door de Rode Zee geleid, al het een en ander gebeurt natuurlijk. Een aantal maanden door de woestijn heen en nu zijn ze hier gekomen, hun kamp opgeslagen bij de berg Sinaï. En Mozes, die als leider van het volk, klimt hij de berg op om het contact te zoeken met God. God gaat spreken. Tegen Mozes, tegen het volk. Bijzondere woorden. En er is wel eens gezegd, deze woorden uit deze tekst, die overslaan, die overkoepelen het verleden, het heden en de toekomst. U hebt gezien het verleden, zegt de Heere God, u hebt gezien wat ik met de Egyptenaren gedaan heb. Nou, dat hebben ze wel gezien. Dat hebben ze zeker ook al gezien in al die plagen die over Egypte land kwamen. En uiteindelijk in die laatste nacht, toen de eerstgeborenen van alle Egyptenaren gedood zijn, is het volk vertrokken uit Egypte. En toen kwamen ze voor de Rode Zee. En toen heeft God daar een weg door de Rode Zee gebaand waar geen weg was. En daar kon het volk Israël dwars door het water heen, over dat pad heen naar de overkant. En toen zijn de Egyptenaren met hun legers verdronken in de Rode Zee. U hebt wel gezien wat ik met de Egyptenaren heb gedaan. En het gaat van God uit. God heeft het gewerkt. En ze hebben daarvan gezongen en gejubeld aan de oevers van de Rode Zee. God heeft hen bevrijd. Het is nergens anders van uitgegaan dan van God, door God gewerkt. En toen heb ik u, zegt de Heer God, toen heb ik jullie. De Egyptenaren zijn verslagen, maar toen heb ik jullie als op arendsvleugels gedragen door de zee, door de woestijn heen. Dat is het beeld dus van een arend. Nou, een heel bekend beeld. En we weten dat wanneer de jongen van een arend, wanneer die dus groter worden en de moeder arend de tijd vindt, dat ze zo langzamerhand op eigen benen of op eigen vleugels gaan vliegen, om het zo maar eens te zeggen, dan worden ze door de ouders uit het nest gewerkt, uit het nest gestoten, want ze moeten tenslotte een duwtje hebben. En dan proberen ze te vliegen, maar dat lukt dan allemaal niet zo goed. En dan dreigen ze te vallen, te pletten te vallen. En dan komt daar de moeder arend en die komen zijn brede vleugels onder dat jong en tilt het als het ware weer op, terug in het nest. We zullen het nog een keer proberen. Maar vanuit die kracht van de moeder wordt die gedragen in dat nest. En dat is het beeld wat God hier gebruikt. Op arendsvleugels zijn valk gedragen in het nest.
Betekent dus niet als je gedragen wordt door God dat je niks kan overkomen, want ze hebben wel het ander meegemaakt al. Inmiddels in de woestijn. Ze hebben honger geleden, ze hebben dorst gehad, enzovoort, enzovoort. Dat wil het dus niet zeggen. Maar wel gedragen. En al hebben ze het dan misschien niet eens in de gaten gehad. We kennen ook allemaal wel dat voorbeeld van die voetstappen in dat zand. Hè, dat je het zelf niet eens door hebt. Maar toen het zo moeilijk was, toen heb ik u gedragen. Zegt de Heere God. Op mijn vleugels. En u bij mij gebracht. Er is wel eens gezegd dat dit het hart van het Oude Testament is. Nou, ik zou het nog anders willen zeggen. Je mag er vanmiddag wel een schepje bovenop doen. Dus het hart van het Nieuwe Testament erbij. Ik heb u bij mij gebracht. Ze zijn hier aangekomen bij de berg Sinaï. Daar wil God hen ontmoeten. Hier zullen ze de stem van hem die hen bevrijd heeft horen. Ze zullen hier de wetten van God, waarmee je dus God in zijn hart kijkt, wie hij is en wat hij wil en wat hij verlangt, hiermee zullen ze de woorden van God ontvangen. Hier zullen ze instructies krijgen voor de bouw van de tabernakel die met hen mee zal gaan al die jaren door de woestijn heen, zodat ze al die jaren door de woestijn heen de dienst van de verzoening kunnen uitrichten die hen bepaalt bij het feit dat ze verzoend moeten worden met God, maar dat tegelijkertijd ook duidelijk maakt dat God bij hen wil wonen. Die tabernakel, die gaat steeds met hen mee. God is erbij. Hier zullen ze leren hoe ze God moeten dienen. Hier zullen ze dicht bij de Heere mogen zijn. Hoewel, en dat, ja, dat vind ik dan ook wel tekenend, gemeente, dat er ook wel tegelijkertijd gepaste afstand moet zijn. Mozes moet wel tegen het volk zeggen, jullie moeten niet zomaar bij die berg komen. Raak hem zelf niet aan, want God is wel een heilig God. En jullie zijn wel zondige mensen. Maar tegelijkertijd, gemeente, gaat het hier om die ontmoetingen met God. En dat is ook naar wat God zelf gezegd heeft tegen Mozes. Toen Mozes geroepen werd bij die brandende braambos, dat was op deze plek, dat was bij deze berg. En Mozes die sputterde er tegen, die zag dat helemaal niet zitten. En dan zegt dat de Heere God tegen hem, zegt, maar dit zal je teken zijn, dat je straks hier bij mij op de berg, mij met het volk zult dienen. Hier zullen ze bij hem komen, bij hem wonen, hem gaan dienen, tot zijn eer gaan leven. En dan lezen we tegelijkertijd nog even verder, wat er in het volgende vers ook staat, in Exodus 5. Dan zullen ze zijn eigendom zijn. Ik ben jullie God, jullie zijn mijn volk. Het persoonlijke eigendom. Het persoonlijke eigendom, dat is, je kunt zeggen, dat is de grootste schat van de koning, is zijn persoonlijk eigendom. Je leest dat bijvoorbeeld ook als David van zijn persoonlijke eigendommen afstaat voor de bouw van de tempel, die dan zijn zoon uiteindelijk zou bouwen, Salomo. Maar dan lees je dus datzelfde woord, dat David van zijn persoonlijke eigendommen afstaat voor de tempelbouw. God zegt, jullie zijn mijn persoonlijk eigendom. God heeft de hele wereld lief. Maar heeft bijzondere liefde voor zijn volk. De kinderen van uw buren, die zult u best lief vinden. Maar je eigen kinderen, is je hart. Zoals Jezus in Johannes 17 zei, ik bid voor hen. Niet voor de wereld, maar voor hen die u mij gegeven hebt, die u bij mij gebracht hebt. Zo dichtbij brengt hij zijn volk, opdat ze hem zullen dienen als zijn
eigendom, wanneer ze zijn verbond in acht nemen, naar zijn woorden luisteren, hem gehoorzaam zijn. Nou wordt het even spannend. Want misschien dat u zegt, maar dat is dan toch, vind ik toch wel moeilijk te begrijpen. Is dat een voorwaarde als het volk goed zijn best doet en stipt gehoorzaam is aan de Heere God, dan zullen ze zijn persoonlijk eigendom zijn, dan zullen ze bij hem mogen wonen? Maar hoe moet dat? Wie kan naar Gods verbond leven zonder zonde en zijn geboden? Niemand toch? Zo vaak struikelen we, zo vaak gaat het mis. Als God een voorwaarde gaat stellen voor zijn verlossing, gemeente, hoe moet dat dan? En dat heeft ook te maken met ons natuurlijk. Want Paulus schrijft in 1 Korinthe 10 dat heel die geschiedenis van Israël, de verlossing, de tocht door de woestijn en de ingang in Kana, dat het een plaatje is, een voorbeeld voor ons. Hebben wij ook een probleem. Hoe zit dat? Gemeente, dan moet duidelijk zijn, het volk hier bij de Sinaï heeft Pascha gevierd en is verlost uit Egypte. Wij kunnen vanuit onszelf niet gehoorzamen. Wij kunnen dat niet. En de Heere God zegt, als jullie gehoorzaam zijn. Dit is een voorwaarde waar Jezus Christus aan heeft voldaan, toch? Israël is hier bij de Sinaï-gemeente. Maar ze komen hier als een bevrijd volk, toch? De Egyptenaren, hebt u gezien wat ik daarmee gedaan heb, zegt de Heere God. Die zijn er niet meer. Jullie zijn bevrijd uit het slavenhuis om mij te dienen. Als het goed is, dan leeft dat volk toch nog altijd uit die verwachting van die belofte van die Messias die eenmaal komen zou. Die volmaakt gehoorzaam zou zijn, zodat ze leven vanuit de genade van God, vanuit het verzoeningswerk, uiteindelijk door Jezus Christus ons geschonken is. Dus als God, gemeente, als God nog voorwaarden zou stellen voor hun verlossing, dan zou het niet goed komen. Maar wat God doet, is bevrijden en zegt, leef je hier nou uit? En tegelijkertijd, gemeente, zal uit hun gehoorzaamheid blijken of ze eruit leven. Of ze leven met God. Hier wordt het verbond genoemd. God zegt, leef nu uit dat verbond. Dat verbond, dat is die verbinding die de Heere legt. Leef vanuit mijn liefde, vanuit mijn genade. Verbond, kun je zeggen, is als dat nest van die vogel. Levend vanuit zijn leven, zijn warmte, zijn liefde, zijn nabijheid, zijn betrouwbare geboden. Gemeente, vanuit dat verbondsleven met God zal blijken of ze in een oprecht geloof wandelen met God. De Bijbel die zegt, aan hun vruchten zullen ze herkend worden. En Israël werd daarmee, gemeente, een volk dat tot zegen moest zijn voor alle volkeren als een licht in de wereld. Totdat de Messias, de Jezus Christus, zou komen. En hij zou het zeggen tegen zijn nieuwtestamentische gemeente. U bent een licht van de wereld. Maar hier is het bij Israël. En om dat te kunnen moet je leven dicht bij de Heere. Dicht bij Jezus Christus. En dicht bij hem blijven. Maar dit is het heerlijke evangelie. God verlost zijn volk. Opdat het dicht bij hem zal leven. En van daaruit tot een licht zal zijn in de wereld. Zie je hoe belangrijk het is om te leven dicht bij God?
Zo was het toch in het begin, dicht bij God. Genesis. Toen God de mens schiep naar zijn beeld. En hij wandelde met hen in het morgenlicht. Er zat niks tussen God en mensen. De mens wandelde, Adam en Eva, in die intieme omgang met de Heere hun God. Wat een tijd was dat. En we weten waar het misgegaan is, gemeente. Als we dat beeld nog even gebruiken. Hè? Die jonge arend, die wordt door zijn moeder uit het nest gestoten. Wij zijn niet uit het nest gestoten, maar we zijn wel uit het nest gevallen om dat beeld te gebruiken. En wie zal niet omkomen wanneer daar geen redder is, geen heiland. En God zag ons vallen en Jezus ziet ons vallen. En hij komt en draagt je, wil je dragen naar God toe, naar hem toe. Dicht bij hem, in zijn nest. Leven weer dicht bij de Heere. Gemeente, herkennen we daar iets van? Voor onszelf. Leven we dicht bij de Heere. Leven we dicht bij de Heer. Voor mijn catechisant teken ik dat wel eens uit. En dan zet ik op het bord zet ik een streep. En dan nummeren we van 1 tot 10. En dan 1 is, of 0, 0 tot 10. En een 0 is dan helemaal niks. En 10 is dan volmaakt. En dan vraag ik wel eens van, zet nou eens je naam neer. Zet nou eens een kruisje bij, op welke schaal je nou leeft ten aanzien van de nabijheid van God. Is het helemaal niks? Nul? Of is het heel dicht bij de Heere? Wat zou je willen? Wat is je verlangen? Leven dicht bij hem als zijn kind, zijn nabijheid, wandelend aan zijn hand, luisterend naar zijn stem, ontvangende leven, makende geest van hem, dicht bij de Heere te zijn. Gemeente, gaat het niet daarom in heel de Bijbel dat God mensen weer dicht bij hem brengt? Psalm 27, we gaan er straks ook van zingen. Zoek mijn aangezicht. Ik zoek uw aangezicht, Heere. Genesis 17, vers 1, waar de Heere tegen Abraham zegt, wandel voor mijn aangezicht en wees oprecht. En de Heer Jezus Christus later zelf in Matthäus 11, waar hij zegt, kom tot mij. Allen die vermoeid en belast bent, kom bij mij, want ik alleen kan je rust geven. Is dat niet waar je ziel naar verlangt, naar die rust bij hem? Blijf in mij en ik in u. We hebben een stukje uit Psalm 16 gelezen, gemeente. Waarschijnlijk is David daar op de vlucht voor Saul. Maar wat de achtergrond precies is, weten we niet. En hij weet ook niet welke weg hij moet gaan in zijn leven. En hij weet ook niet wat er morgen zal overkomen. En dan lees je die machtige woorden aan het eind van deze psalm. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Dicht bij de Heere. Zijn aangezicht. Dat geeft zo'n intimiteit aan. Relatie. Kijk, als je op straat iemand tegenkomt en die wil je even niet zien, dan doe je net of je hem niet ziet, toch? En dan negeer je hem. Dan kijk je langs zijn gezicht heen. Kijk je er langs heen. Maar waar je naar verlangt om iemand te ontmoeten, om dicht bij iemand te komen, kijk je in zijn gezicht, zijn aangezicht.
En er wordt wel eens gezegd, gemeente, de ogen van iemand weerspiegelen zijn hart, zijn ziel. Als je de Heere in zijn aangezicht kijkt, dan weerspiegelt zijn aangezicht zijn hart, zijn ziel. Kan dat? God in de ogen kijken, hoe moet dat dan? Zijn aangezicht? Zou je dat willen? Zou je dat willen? We hadden vorige week preekbespreking en dan ging dat er ook even over. Van hoe vaak moet je Bijbel lezen en bidden en wat zou de Heere God nou willen? Dat ik, als je nou 's morgens je stille tijd houdt, van zou de Heere God nou willen dat ik dat 2 minuten doe of een kwartier? En toen hebben we daar ook over nagedacht. En elkaar de vraag gesteld, hoe dicht zou je willen leven bij de Heer? Hoeveel zou je willen ontdekken van zijn aangezicht en van zijn hart? Die nabijheid van de Heer. Die redding van dat machtige evangelie, dat God zijn enige geboren Zoon, die Jezus Christus gegeven heeft, opdat wij weer in zijn nabijheid zouden kunnen leven. En zijn aangezicht zouden kunnen zien in het geloof. God zegt, zoek mijn aangezicht. Gemeente, dat evangelie, die boodschap van reddende genade, Jezus Christus, wordt je niet, om het zomaar eens te zeggen, door de keel geduwd. Hij zegt, zoek mijn aangezicht. En jij zegt vandaag, ik zoek uw aangezicht, Heere. Hier ben ik. En je doet die Bijbel open en je laat al die woorden van zijn genade binnenkomen. Door te lezen, te overdenken, biddend om de Heilige Geest. Hij brengt je in zijn nabijheid door woord en geest. Wanneer was het de laatste keer dat je God zocht in het lezen en overdenken van de Bijbel, in het gebed? En we weten, gemeente, natuurlijk, dat gaat niet allemaal vanzelf. En de praktijk is weer barstig en er zijn heel veel vragen en noem het allemaal maar op. Maar de Heere heeft het beloofd dat Hij het zal doen wanneer je komt bij Hem. Zoek mijn aangezicht. Het is het zo waard om de Heere te zoeken. En al is het met vallen en opstaan. Met zoveel vragen, pijn en moeite. Maar weet, besef, geloof. Het is het verlangen van God zelf, gemeente. Om u, jou, in zijn nabijheid te hebben. Lees maar. Ik heb u bij mij gebracht. En daar ga je ook steeds meer ontdekken. Hoe rijk dat is. Wat een overvloed van blijdschap, zegt Psalm 116. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Dus er ontstaat een vreugde die alle verstand te boven gaat, maar die je nergens anders zult kunnen vinden dan alleen dicht bij Hem. Een vreugde. Hij zelf is de vreugde. Niet alles wat Hij geeft. Maar Hij zelf. Hem in zijn ogen te zien. Te zien wat Hij deed voor u, jou en mij. In zijn nabijheid verzadiging van vreugde. Het leven kan zo zwaar zijn. Zoveel pijn, zoveel verdriet, zoveel beproevingen. Noem het allemaal maar op, gemeente. Ik las zo een artikel over een vrouw die ongelooflijk veel meemaakte in haar leven. En
En ze had wel 1000 vragen aan God. En ze zei van, als ik straks in de hemel mag komen, dan heb ik heel veel vragen om aan God te stellen. Maar toen ze kwam in zijn nabijheid en ze zag die overvloed van genade en liefde van God in zijn Zoon Jezus Christus. En ze proefde en smaakte iets van die diepe vreugde die Hij geeft. Toen vergat ze alle vragen. Hij is mij genoeg. Dat is een overvloed van blijdschap bij uw aangezicht. Daar wordt Hij steeds groter. Daar word ik steeds kleiner. Maar neemt de vreugde in Hem toe, gaandeweg, meer en meer. En daarin kun je zeggen, daarin wordt de Heere gediend. Daarin vindt God zelf als het ware zijn vreugde. Opdat Hij de mens weer terugbrengt in zijn nabijheid. Want daartoe heeft Hij de mens geschapen. En daarin heeft Hij behagen. Vanuit Christus' verlossingswerk, gemeente, dat moet duidelijk zijn. Want hoe zullen wij anders in zijn nabijheid verkeren? God kunnen wij niet onder de ogen komen zoals wij zijn vanuit onszelf en van nature. Maar het is door Christus. De bevrijding komt tot stand in Hem alleen. Hij heeft bevrijd. Van daaruit het leven in zijn nabijheid. En van daaruit het gehoorzamen aan zijn verbondswoorden. Dat mag duidelijk zijn. Zoals Jezus zei, wie mij lief heeft, neem mijn geboden in acht. Vanuit die vervulling in Christus, vanuit het leven van zijn nabijheid, worden wij opgeroepen om te wandelen naar zijn geboden, in zijn verbondswoorden. Maar dit is de kern, gemeente. Dit is de kern van het Oude Testament, van het Nieuwe Testament, van het hele evangelie, van Jezus Christus, van het hele christelijke geloof. Leven uit Hem, in Hem, door Hem, dicht bij Hem. En dan is het hier, ik zei al, de praktijk zo weerbarstig. En het gevoel is er hier lang niet altijd bij. Maar wandel met Hem, leven. Want dan klinkt ook de belofte, gemeente. Dan klinkt ook de belofte dat God het zal doen. Dat Hij het werkt. En dan zult u zijn, zegt de Heere tegen zijn volk, dan zult u zijn als een koninkrijk van priesters, van koningen. Een heilig volk. Dat zult u zijn. Dat is de belofte. Klinkt als een belofte. Gaat God doen. Je bent het door het geloof in Jezus Christus. Hij gaat het doen, uitwerken tot in de eeuwigheid. Door zijn genade. Levend in zijn nabijheid. Mag het klinken. God redt van zonde en oordeel. En leert Hij leven vanuit zijn genade. Gericht op zijn glorie. Om Hem te dienen, gemeente. Petrus die schrijft in 1 Petrus 2. Maar u, dan is het helemaal nieuw testamentisch. Hè? Na Christus, door Christus. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninklijk priesterschap. Een heilig volk. Een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte. Opdat u de deugden zou verkondigen van Hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, dicht
bij hem, gemeente. Wat is er meer nodig in de tijd waarin wij leven? Dat we toch dicht leven bij de Heer. Buiten het nest is de kilheid van de wereld. Dicht leven bij de Heer Jezus. Want die wereld waar je middenin leeft, die kan je echt niet verwarmen. En die kan je niet bevredigen. Die kan je niet verzadigen, want je wilt altijd meer. Maar bij hem is overvloed van blijdschap, vreugde, wonderbaarlijke vergeving en genade. Ons hart blijft onrustig totdat het rust vindt in u, bij uw aangezicht. Kom, laat je dan dragen op zijn vleugels, al dichter naar hem toe, al dieper in hem. Luister naar zijn stem, ontmoet hem in zijn woord en geest. Zoek zijn aangezicht. Ja, ik zoek uw aangezicht. Laat dit dan een vast voornemen zijn vandaag. Ja, ik zoek uw aangezicht, Heere. Psalm 27 zegt het: één ding heb ik van de Heere verlangd, dat zal ik zoeken. Dat ik mag wonen in het huis, in het nest van de Heere. Al de dagen van mijn leven om de lieflijkheid van de Heere te aanschouwen en te onderzoeken in zijn tempel. Want hij doet mij schuilen in de hut op de dag van het onheil. Hij verbergt mij in het verborgene van zijn tent. Hij plaatst mij hoog op een rots. Om eenmaal na die lange, die enerverende, die soms zo zware, moeilijke woestijnreis. Eenmaal eeuwig bij u te wonen. Amen.